Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Aan tafel heb ik Benno Kroesen. Benno maakt een van onze programma's en dat is Van de Hoed en ook De Rand. En Benno is continu op zoek naar bijzondere mensen met bijzondere verhalen. En ja, wat wil nou het toeval? Vanochtend keken we op Dumpert en wie zagen wij op Dumpert? Benno met de schaapjes. De Stumpert zat op Dumpert, toch? Nou, valt wel mee, Benno, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja, vertel, wat was er te zien? Nou, ik heb iedere week, zoals je zei, Van de Hoed en De Rand. En ik bezoek altijd bijzondere mensen in de regio Roermond. Mensen met een verhaal. En, of bijzondere gelegenheden. En nu waren we in Zwalmen. En daar is de grootste kerststal van Limburg. Tot voor kort was de grootste kerststal in Weert. Maar nu hebben we in de gemeente Roermond de grootste kerststal. En het grappige was dat de misdienaar, die onze cameraman pastoor noemde, daar voelde hij zich heel erg vereerd. Guido noemde hem pastoor, maar hij is maar misdienaar. Of maar, moet ik niet zeggen. En, maar die vertelde een anekdote van meneer pastoor. Die wilde de kerststal een beetje vullen en die had 12 schaapjes gekocht. En die hadden ze met heel veel moeite ertussen gezet. Maar wat we wilden het feit nu, het jaar daarna, was hij vergeten dat hij het jaar ervoor 12 schaapjes, had hij er weer 12 schaapjes gekocht. En nu zit die hele kerststal vol met schaapjes. En deze meneer Trepels, die had tegen meneer pastoor gezegd, meneer pastoor, met al die schaapjes, dat moet u toch niet meer doen, want we zijn geen shawarma-tent. En dat heeft Dumpert gehaald. Nou, vind ik wel bijzonder. Toch? Ja. Ja. Maar Benno, wat was nou dit jaar het meest interessante wat je bezocht hebt? Dat is een goede vraag, Rob. Ik heb onder andere de Sinti mensen gefilmd bij het inzegenen van de caravans. Dat vond mijn vrouw een hoogtepunt. Ik ben ook bij een hele bijzondere advocaat thuis geweest, mevrouw Renske Wijshof, die ook haar cliënten thuis ontving. Maar het probleem daarvan was dat die cliënten ook nog 's nachts terugkwamen. Dus dat was niet zo verstandig van haar om geen kantoor te houden in Roermond, maar de cliënten heel goed bedoelend thuis te ontvangen. Nou, dat vond ik wel een goede. Verder had ik Malle Pietje uit Zwalmen. Dat is een meneer die heeft een doe-het-zelfzaak. U kent die misschien wel, Rick Wuts. En dat is ook een heel apart figuur. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om. Ik ben bij het kasteel geweest, bij de rentmeester. En iedere week is er weer iets nieuws wat ik denk dat de moeite waard is. En zo gaan we van week tot week. Ja, voor mij was het meest bijzondere de machinefabriek in Zwalmen. Vond ik wel een hele bijzondere. Ja, dat nou fijn dat je dat zo goed, dat je die zo leuk vond. Ja, nee, het was sowieso interessant wat de gemeente Roermond en in dit geval Zwalmen, in ieder geval de regio, al heel vroeg op de kaart stond. Ja, ja. Ja, ik. De eerste auto kwam met Zwalmen, toch? Daar heb je gelijk in. De firma Konings, meneer Leij Konings, is helaas een paar maanden geleden overleden. Maar zijn vader en zijn opa, die hebben de eerste auto van Nederland gemaakt. En die hadden zelfs een vrachtwagen. Ik weet niet of dat aan bod is gekomen. Die had 2 motoren. Die moesten ze. Dat was zo'n zware vrachtwagen dat ze 1 motor moesten starten en dan de volgende. En zij hebben de eerste auto van Nederland gemaakt. Ja, dat klopt. Oké. Ja, dankjewel. Benno, we laten ook even wat stukjes zien uit wat Benno allemaal gepresteerd heeft. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.